Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Rotolife Double Mob. Hier natuurlijk op Modern Warfare 3 in deze serie. We moeten natuurlijk twee mobs halen in één potje. We spelen vandaag in de Ground, we noemen deze potje op de map Terminal. Vind ik deze serie nou leuk? Ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like knop hier onderaan. En dan gaan we gewoon weer lekker knallen. Ik pak natuurlijk gewoon weer de ACR erbij. Want ja, ik moet een Double Mob halen, dus de ACR is daar wel gewoon het wapen voor natuurlijk. Dus ik moet even kijken. Ik ren denk ik door de iPod Store en dan in één keer, ja, en dan. Ik ren in ieder geval door die store heen. Door de Troup Store, zo heet het. Ik noem hem altijd de Apple Store of de iPod Store, weet ik veel wat. En dan moet ik even meteen hier naartoe kijken. Ja, daar lopen ze al. Oké, we doen het even op de moeilijke manier, jongens. Wat is de moeilijke manier? Nou, dit. Waarom? Omdat ze hier allemaal gaan komen. Allemaal. Ik ben zo hard dood. Als ik dit kan overleven, hè, dan kan ik zoveel kills op pakken. What the fuck, teammate? Waar de fuck ben jij op aan het schieten, man? Je moet niet op mij schieten, hè, teammate. Ik hoor bij je. Ik dacht, ik zeg het even. Ik weet namelijk nooit wat mijn teammates doen, maar... Als ze op mij gaan lopen schieten, is het natuurlijk niet echt heel erg handig. Enemy is E, dat is ideaal. Dankjewel. Ik was fucking scheef, maar ik heb hem. Oké, okay, enemy is E, dat is het ideale scenariootje hier, natuurlijk, in... Zo, deze map. Ik schrik me helemaal kapot, jongen. Ik dacht dat een teammate... Stond er daar nou een teammate, of niet? Er staat een teammate in hun spawn. Hoe kan die enemy daar dan... Oh, man. Ik snap er soms echt de ballen van. Er staat daar een teammate en die hebben gewoon door laten lopen. Daarom... Ah, fucking hell. Vertrouw nooit je teammates, jongens. Waarom niet? Nou, je ziet het. Ik heb er alweer een dead door gekregen. Kut, granaat. Kut, ik ben dood. Ah, fuck. Die was keihard raak. Teammate, pak die kill dan. Je staat naast hem, maat. Ik heb hem al. Fuck jou, teammate. Echt waar. Ik heb niks aan jou. Ik heb helemaal niks. Pak die kill nou. Alsjeblieft, ouwe. Jezus. Fans, het heet achter in die spawn. Beide enemies. En hij heeft geen één keer mijn leven kunnen redden. Man, dat slaat toch op pure stront. Dat is goed, spannen ze daar nog, maar... Ik ben even aan het luisteren, wacht even. Lekker voor je, ze spannen er nog, ze spannen er nog. Teammate, loop, 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 loop. Fucking hell. Ik zeg het je, ze spannen er nog, ik zeg het je. Spannen ze nog steeds, spannen ze nog steeds. UAV online. Teammate is keihard gestunt. Enemies hebben een helikopter en een predator. Fuck mijn hele leven. Teammate, ik kom je helpen. Teammate, pak hem. Dat wou ik net zeggen, teammate. Dat wou ik net zeggen. Ik zag hem wel aankomen, maar ja, ik kon hem niet meer redden. I try to do my best, man. Ik moet hier even campen. Zoals je zelf ook gehoord hebben, de enemies een hele leuke helikopter. En ik heb nu mijn specialist bonus, dus nu kan ik er niet meer door gekild worden. Zo. Ik zit hier vast, ik zit hier. Motherfucker! Dankjewel. Nee, mijn teammate heeft me niet geholpen. Ik ben hier zo hard te Sjaak. Ik heb. Nee! Hij schiet door die fucking auto! Oh. Ja, spank, jongen. Ah, fucking hell, jongen. Bullshit, dad. Fucking bullshit. Fucking bullshit. Ah, kut. Fuck. Dat was wel spannend. Dat wel, maar ja, dat was wel kut, dad. Kan helaas gebeuren, maar ja, kut, man. Het mag niet gebeuren, want ik moet een dubbel mol ophalen. En als ik fucking dood ga, dan kan dat niet. Mijn teammates letten wel ook heel goed op, jongen. Pak nou even C, jongens. Kijk hoe ver we achter staan. Ah, ik zat op mijn mob streak, dus ik heb er helemaal niet naar gekeken. Maar de enemy zit al over de helft van het potje. Pak een fucking vlag, jongens. Zo fucking... Oh. Pak hem, pak hem, pak hem. Het kost me weer allemaal tijd, dit. Tijd die ik niet heb, helaas.
Ja, die ligt in final stand. Fuck. Jammer, jongen. Er ligt er daar nog één ergens. Ik weet niet waar, maar... Daar ligt er ook nog één, joh. What the fuck? Oh, dankjewel, teammate. Ik hou van je. Spannen, spannen, spannen. Hé, hey, kut. Spannen, 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 spannen. Spannen nou! Oh my god. Waarom word ik altijd zo hard genaaid, jongen? Ik zeg het je, waarom word ik altijd zo hard genaaid? Waarom moet ik die Reaper inroepen, maat? Wie zijn fucking idee was dat? Shit, man. Ik wil gewoon die dubbel halen, hè. En ik was steeds... kijk. Ik span daar, jongen. Niemand die hem killt. Niemand die hem fucking killt. Dan moet ik het weer oplossen, waardoor ik waarschijnlijk nog een keer dood ga. Boom. Opgelost. Klaar. Zo moeilijk was het niet. Oh, tactical, tactical, tactical insertion. Tactical insertion ligt hier binnenin, jongens. Ik weet... Hier, zonder te kijken weet ik dat zijn tactical hier ligt. Hier lag zijn tactical. Daar. Zonder te fucking kijken, hè. Moet je nagaan. Ik ben hier nog helemaal niet geweest op deze plek. En ik weet gewoon dat zijn tactical daar ligt. Dat slaat tot nergens op. Ligt hier nog ergens een tactical? Hij ligt daar. Ja, fucking hell. Er liggen twee tacticals hier, man. Ja, die ene pakt nu zeevlag. De zeevlag. Zee, oh zee. We gaan zwemmen in de zee. Alleen die andere tactical ligt daar beneden. Daar beneden. Hier beneden. Hier beneden. Hier beneden. Daar. Dus. Ergens. Op die plek. Ik weet niet waar precies, maar daar ergens. Ik moet er even in, want ik... ik ga zo... Ja, ik ben... Ja. Fucking... En dan ben ik erin en is iedereen dood, hè. Dat vind ik zo kut altijd, hè. Dan kom je ergens aan en denk je, oh, we kunnen de kills pakken. En dan ben je erin en is iedereen dood. En dan de plek waar je vanaf bent gekomen, daar staan nu alle enemies. Kijk maar, ze pakken nu allemaal C. Daar kom ik net vandaan. Ik was er expres bij weggelopen, omdat hier de enemies stonden. En jou volg ik ook al 3 jaar, jongen, alsjeblieft. Ik ben nu helemaal voor niks helemaal dat rondje gelopen, waardoor ik weer echt vet veel tijd ben verloren. En die tijd die heb ik niet, jongens. Camper hier? Nee, maar wel een fucking noob. Ah, serieus? Weg, 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 weg. Jou zag ik, jongen. Ja, teammate heeft wel een mob. Tuurlijk, joh. Teammate heeft wel een mob. En ik niet. Ah, de kutzooi. Spans gaan nu sowieso flippen. 100.000% zeker. Kan ik nog een assist krijgen? Nope. Oké. Okay. Let op de spans nu, want er is een mob afgegaan. Let op die fucking spans. Ik ren in één keer door. Spans hier nog. Spans hier nog. Ah, kut. Nou, pak die vlag ook nog maar even. Ik help je wel van mee. Ik ben toch wel aardig. Die is getagd. Hij is getagd, jongens. Assist counter skill. Dankjewel. Let op hier. Clear. Clear. Dankjewel. Weer zo'n kutreaper, hè. Oh. Zat er hier net nog een? Ben je er nog? Ja, serieus? The amount of kill steals, jongen. Dat is belachelijk gewoon. Doei, Joe. Doei. Doei. What the fuck? Zo, jongen. Dat ging nog even bijna fout ook daar, hoor. Ja, kan ik nog één mol ophalen? Alsjeblieft, man. Makkelijk moet ik die mol op kunnen halen, maar... Het lukt me niet. Zo. Ik ben ook een lucky bastard weer. Gelukkig. Een keertje. Dankjewel. Even een gelukmomentje. Dat mag ook wel, alleen het duurt niet lang. Hij duurt niet lang! Hoeveel kills heb ik? Ik heb er 52, man. Kom aan. Waarom niet één mol op je? Shit, man. Vind ik zo kut, hè. Nog ineens één, man. Ik kon er makkelijk één. Ja, ik kon makkelijker één halen, maar ja. Ja, en er komt weer een kutgranaat op mijn kop. Oh, ik leef nog steeds. En dit overleef. En dat overleef ik wel opeens, weet je. Dus ik snap er echt soms de ballen van. Maar ja, ze hadden daar niet moeten spannen, man, bij die Burger King. Ze spanden daar, terwijl ik er gewoon 1 meter naast stond. Dus ja, daar klopt er niks van. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Daar kan je niks aan doen. Maar we hebben een potje nog wel gewonnen. Dus we hebben één dikke comeback gemaakt, dat wel. Maar ja, ik had gewoon een fucking... Ik had sowieso 1 mol moeten halen, klaar. Maar dit is mijn eigen schuld. Fucking dom. Dom, 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 dom. Ik kan er niks meer aan veranderen nu. Helaas. Oh, nog een Moab. Ja, doe het toch normaal, joh. Ik haal er geen 1, hè. En dan fucking halen hun er 2.
Ik had er ook een moeten halen, man. Rot op. Dat vind ik niet leuk, maar waarom halen hun er wel een en ik er niet? Oké, okay, even hier campen. Nou, kom maar naar buiten. Dankjewel. Specialist bonus. Span lekker in mijn rug. Richtpunt, dankjewel. En dan komen ze in mijn rug, tuurlijk. En ben ik weer kut dood gegaan. Oh man, maakt het. Ik wil nu dat het potje is afgelopen ook. Ik heb geen zin meer in het potje, man. We hadden twee mensen maar op en ik ben niet in staat om er één te halen. Dat vind ik. Kijk uit voor die Bowsy. Fucking kut camper. Fucking kut. Ik zei nog, kijk uit voor die Bowsy Betty teammate. Je gaat er alsnog door dood. Ik had hem al met delay omhoog laten gaan. Maar mijn teammate dacht, weet je, fuck die Bowsy Betty, jongen. We gaan er gewoon lekker in staan. Nou, nog even triple killetje, alsjeblieft. En ze lieven nog eventjes. Je moet in mijn team met 88 kills, man. En ik kan niet even één mol opdroppen. Dat vind ik... Ik had er makkelijk één kunnen halen. Ik had er misschien zelfs makkelijk twee kunnen halen, maar... Ik heb twee dikke streaks gehad, dat weet ik wel. Ik heb twee dikke streaks gehaald. Ik weet niet hoeveel kills dat waren, maar... What the fuck? Oh, ik werd in mijn rug geknald door iemand. Ik weet niet door wie, maar er zat iemand in mijn rug te schieten. Oh, what the fuck? Oh, die staat daar, joh. Ze spannen weer gewoon naast me. 72 kills heb ik kunnen oppakken. Teammate heeft er 90 kunnen oppakken, maar... Die was er ook volgens mij kaart op af aan het rennen. Dus ik moet even een applaus geven voor mijn teammate. Want hij heeft 90 fucking kills. Ik heb er 72 en... Ja, hij heeft hem op en ik niet. Ik vind het zo... Ik had er een moeten halen, man. Waarom niet? En... Ja. Moest er een halen. Klaar. Punt uit. Maar ja. Het is niet gelukt. Eigen schuld. Ik heb het zelf verneukt. Ah, dat kan ik niet tegen, man. Als ik het zelf verneuk. Maar ja. Maakt niet uit. We hebben lekker potje gespeeld, dat sowieso. Dus ik hoop dat jullie natuurlijk wel hebben genoten van deze video. Als je nou hebt genoten, dan natuurlijk sowieso hier onderaan keihard op die like knop. En dan zijn we over een paar dagen weer terug met een nieuwe aflevering. En over een paar uur natuurlijk weer met een nieuwe video. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.